In de jaren 90 van de 20e eeuw viel Joegoslavië uiteen. Verschillende oorlogen vonden plaats. De wereld vond het maar ingewikkeld. Serviërs, Bosnische Serviërs, Bosniakken, Kroaten, Kosovaren. Wie vocht nu eigenlijk tegen wie en hoe verliep dit? In deze video een overzicht van de Joegoslavische oorlogen. Na de Tweede Wereldoorlog werd partisanenleider Jozef Broz Tito de leider van het nieuwe Joegoslavië, het socialistische Joegoslavië. Dat werd geleid met de slogan Broederschap en Eenheid. Joegoslavië was opgedeeld in verschillende deelrepublieken. Nou, de grenzen hiervan vormden de basis voor de nieuwe landen toen Joegoslavië uiteenviel. De deelrepublieken waren Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië, Montenegro en Macedonië. Binnen Servië bevonden zich twee autonome provincies, Kosovo en Vojvodina. Nou, binnen deze gebieden leefden verschillende bevolkingsgroepen. Het was dus niet zo dat in Kroatië alleen Kroaten leefden. Daar leefden ook veel Serviërs. In Bosnië was de situatie helemaal ingewikkeld. Daar leefden Kroaten, moslims en Serviërs door elkaar. Hoewel de Tweede Wereldoorlog voor een enorme geweldsexplosie had gezorgd, hield Jozef Broz Tito na de oorlog de boel bij elkaar met strakke hand. Onder de oppervlakte bleven de nationalistische gevoelens hangen. En deze gevoelens kwamen naar boven toen Tito in 1980 kwam te overlijden. Daarnaast zorgde economische neergang voor tekorten en ontevredenheid. En dit resulteerde uiteindelijk in 4 verschillende oorlogen in de jaren 90. Volgens de Nederlandse historicus Geert Mak, die het boek In Europa schreef, waren de oorlogen een bittere bonus van de 20e eeuw. En een gevolg van de ineenstorting van zowel het Oostenrijk-Hongaarse Rijk als het Ottomaanse Rijk. Evenals de hertekening van de Balkankaart in de verdragen van Versailles en Trianon na de Eerste Wereldoorlog. De bloedbaden gepleegd door de fascistische Kroaten, nationalistische Chetniks en communistische partisanen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En nog veel meer van deze onbetaalde rekeningen. Om de economische crisis in de jaren 80 het hoofd te bieden, werd de nieuwe Servische president Slobodan Milosevic nationalistischer. Hij begon het meer en meer op te nemen voor de Serviërs en hij wakkerde nationalistische gevoelens aan. Dit tot grote afkeer van de afgevaardigden van de andere deelrepublieken, zo ook de Kroatische president Franjo Tudjman. In 1990 verlieten de Sloveense en Kroatische leden van de Federale Communistenbond een nationale congres. En vanaf dit moment stond Joegoslavië op punt uiteen te vallen. In juni 1991 scheidde Slovenië zich af van de Joegoslavische Federatie. Het Joegoslavische volksleger werd erop afgestuurd om de grenzen te bewaken. Dit leidde tot schermutselingen met de Slovenen. Er vielen zo'n tientallen doden en er werd voor 10 dagen gevochten. Deze zogeheten Tiendaagse Oorlog werd afgesloten met de Brioni-overeenkomst. Maar Slovenië was nu onafhankelijk. Ondertussen verklaarde overigens ook Macedonië zich onafhankelijk en wist er ongeschonden vanaf te komen, te meer omdat de Serviërs daar weinig belang hadden. Tegenwoordig staat het land trouwens bekend als Noord-Macedonië. In Kroatië was de situatie anders. Want in juni 1991 verklaarde ook Kroatië zich onafhankelijk. Maar dit was lastiger, want binnen Kroatië leefden veel Serviërs. En die wilden niet onder Kroatische heerschappij leven. Een jaar eerder riepen verschillende Servische regio's in Kroatië zichzelf uit tot autonome regio. We hebben het hier over de blauwe gebieden op deze foto. Deze gebieden claimden zichzelf in 1991 als de onafhankelijke Republiek Servisch Krajina. Gedurende deze tijd verdreven de Kroatische Serven veel niet-Serven, met name Kroaten, en dit ging gepaard met veel geweld. Bij Vukovar vond een bloedige veldslag plaats tussen het Kroatische leger en het Joegoslavische, lees Servische, leger. Nadat de Serven een overwinning hadden behaald, begingen zij een bloedbad. Meer dan 200, veelal Kroatische burgers en krijgsgevangenen, werden door de Serviërs gedood. Helemaal in het zuiden werd de Kroatische kustplaats Dubrovnik belegerd door het Joegoslavische leger, veelal bestaande uit Montenegrijnen en Serven. Een deel van de eeuwenoude gebouwen die op de werelderfgoedlijst stond, ging verloren of raakte zwaar beschadigd. Inmiddels is de stad herbouwd en werden er later scènes van de populaire televisieserie Game of Thrones opgenomen. In januari 1992 kwamen de Servische leider Milosevic en de Kroatische leider Tudjman tot een staakt het vuren met behulp van Europese bemiddeling. Echter zou dat niet lang stand houden, want Tudjman gebruikte de wapenstilstand om zijn leger op te bouwen en in 1995 lanceerden de Kroaten 2 grote operaties, operatie Flash en operatie Storm. En daarbij veroverden zij het door de Serviërs gedomineerde gebied van Kroatië.
Servisch Krajina werd door de Kroaten onder de voet gelopen en honderdduizenden Serviërs sloegen op de vlucht. Amnesty International verklaarde later het volgende. In de nasleep van de operaties vermoorden, martelden en verdreven leden van het Kroatische leger en de politie Kroatisch-Servische burgers die in het gebied waren achtergebleven. Dit werd beschouwd als het officiële einde van de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog, waarbij in totaal meer dan 13.000 mensen waren omgekomen of vermist waren geraakt. Ingewikkelder was de situatie in Bosnië-Herzegovina. Daar leefden namelijk drie bevolkingsgroepen door elkaar. 44% bestond uit moslim, ook wel de Bosniakken of Bosnische moslims genoemd. 31% was Serviër, zij werden de Bosnische Serviërs genoemd. En tot slot was er nog 17% Kroaat. Zij stonden bekend als de Bosnische Kroaten. Deze mensen leefden veelal door elkaar heen. De hoofdstad Sarajevo was een kosmopolitische stad waar de mensen naast elkaar leefden en waarbij meer dan 40% van de huwelijken gemengd was. Maar dat zou spoedig veranderen. Want de Bosniakken, de Bosnische moslims, streefden ook naar onafhankelijkheid. Net zoals de Slovenen en de Kroaten. En zij riepen de Republiek van Bosnië en Herzegovina uit. En hier waren de Bosnische Serviërs het absoluut niet mee eens. Zij riepen hun eigen republiek uit. Republika Srpska, oftewel de Servische Republiek, die overigens niet moet verwarren met het land Servië. Overigens bestond er ook nog de Kroatische Republiek van Herzeg Bosna met Mostar als hoofdstad. De Bosnische Serviërs lanceerden een grootscheepse aanval en wisten een groot gedeelte van Bosnië-Herzegovina te veroveren. Dit ging gepaard met enorm veel geweld. Massamoorden en verkrachtingen vonden plaats. De Serviërs runden zelfs concentratiekampen, zoals het kamp Omarska, waar veel Kroaten en Bosniakken werden geïnterneerd en systematisch mishandeld, gemarteld en vermoord. Deze kampen waren opgezet als een strategie van de Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic om de Servische gebieden etnisch te zuiveren. Er mochten dus alleen Serviërs wonen. De rest moest vluchten of sterven. De ooit zo levendige hoofdstad Sarajevo werd belegerd door de Serviërs. De burgers van Sarajevo zaten voor bijna 4 jaar vast in hun stad. Dagelijks liepen zij het risico om te worden geraakt door mortieren en sluipschutters. De Serviërs hadden niet genoeg wapens en vuurkracht om de stad in te breken. En de Bosniakken waren niet sterk genoeg om uit te breken. Het beleg duurde vele jaren en meer dan 5000 burgers kwamen hierbij om het leven. De wereld was geschokt en de Verenigde Naties beseften dat ze niet stil konden blijven zitten. Ze moesten iets doen. Ze besloten vredeshandhavers naar de moslim-enclaves te sturen. Want door de oorlog waren er veel Bosniakken, Bosnische moslims, op de vlucht geslagen. En zij hielden zich, samen met restanten van het Bosnische leger, op in enclaves, in gebieden die zich bevonden in een door Serviërs gedomineerd gebied. Moslimstrijders hadden strafmaatregelen genomen en hadden naburige Servische dorpen aangevallen en de bewoners met geweld verdreven. De Serviërs waren woest, ze wilden wraak en ze waren van plan om de enclaves te vernietigen. Zo was er ook een enclave die zich had gevormd om de stad Srebrenica. De VN beloofde de stad te beschermen. Een belofte die de VN niet kon waarmaken. Want in juli 1995 veroverden de Bosnische Serviërs onder leiding van commandant Ratko Mladic de enclave. De United Nations Protection Force in deze enclave bestond uit 400 licht bewapende Nederlanders onder de naam Dutch Bat en bood geen gewapend verzet. De Nederlanders konden ook niet anders, want ze waren met veel te weinig man, hadden veel te weinig wapens en veel te beperkt luchtsteun. Verzet bieden zou zelfmoord zijn geweest. Voor hun ogen werden 8000 moslimmannen en jongens afgevoerd, die later alle werden vermoord. Beelden van de Nederlandse commandant Tom Karremans die proostte met Mladic en feestende Nederlandse soldaten nadat de tragedie voorbij was, leidden tot wereldwijde verontwaardiging. Dit drama, alsmede de zoveelste mortieraanval op een markt in Sarajevo, waarbij vele inwoners om het leven kwamen, veranderde de houding van de NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Zij kwamen in actie en bombardeerden de Bosnische Serviërs. Dit bracht hen naar de onderhandelingstafel. En hieruit rolde in december 1995 het verdrag van Dayton. Bosnië-Herzegovina werd opgedeeld in twee entiteiten, namelijk de Federatie van Bosnië en Herzegovina en de Servische Republiek. Tot op de dag van vandaag is het land zo ingedeeld. Minder bekend was een kleinere oorlog binnen de Bosnische oorlog en dat was de strijd
tussen de Kroaten en de Bosniakken, die aanvankelijk veelal samenwerkten tegen de Serviërs, maar op een gegeven moment tegenover elkaar kwamen te staan. Van 1992 tot 1994 brak de Kroatisch-Bosniakse oorlog uit. Hierbij werd onder andere de stad Mostar door de Kroaten belegerd en werd de historische brug van de stad, de Stari Most, die stamde uit de 16e eeuw, opgeblazen. In de eerste jaren van de 21e eeuw werd de brug nauwkeurig herbouwd, zoveel mogelijk met de originele stenen en bouwtechnieken van destijds. In 2004 werd de brug feestelijk heropend. In totaal zijn er door de oorlogshandelingen in Bosnië zeker 150.000 mensen om het leven gekomen. Het geweld in Joegoslavië was nog niet ten einde, want spoedig zou er gevochten worden om Kosovo. Kosovo was een autonome regio binnen Servië. Binnen Kosovo was veel Servisch cultureel erfgoed te vinden en veel belangrijke gebeurtenissen die bepalend waren voor de Servische geschiedenis hebben zich afgespeeld in Kosovo. Maar in de jaren 90 werd het gebied al lang niet meer gedomineerd door Serviërs. Nee, er wonen nu veelal Albanezen. De Servische regering onderdrukte de Albanese taal en cultuur, die pas toenam toen de Joegoslaafse oorlogen waren begonnen. Het Albanese verzet in Kosovo werd georganiseerd door de UCK, het Bevrijdingsleger van Kosovo. Begin 1998 vonden er conflicten plaats tussen de UCK en de Servische strijdkrachten. De Servische strijdkrachten gebruikten buitensporig veel geweld en al spoedig kwamen er berichten van massamoorden op de Albanese Kosovaren naar buiten. Ook de UCK pleegde wreedheden en vermoordde en verjoeg vele Serviërs uit de regio. De Servische oorlogsmisdrijven hadden wel de overhand en de NAVO was het zat. Ze kwamen in actie en bombardeerden de Servische posities in Kosovo alsmede de Servische steden Novi Sad en Belgrado. Hierbij kwamen ook Servische burgers om het leven. Toen ik de steden bezocht, waren de sporen van de bombardementen nog zichtbaar. Na de bombardementen beval de Servische president Milosevic zijn troepen om Kosovo te verlaten. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk. In de Kosovaarse hoofdstad Pristina staat een standbeeld ter ere van de Amerikaanse president Bill Clinton, die deze onafhankelijkheid deels mogelijk heeft gemaakt. Servië erkent de onafhankelijkheid van Kosovo tot op de dag van vandaag nog niet. En nog steeds zijn er spanningen tussen de Albanezen en de Serviërs binnen Kosovo. In totaal vielen er meer dan 10.000 doden in het conflict om Kosovo. Om deze video compleet te maken wil ik ook nog benoemen dat er werd gevochten in de Servische grensregio naast Kosovo tussen Albanese milities en Servische militairen. Die staat bekend als het conflict in de Preševo-vallei 2001, waarbij tientallen doden vielen. En daarnaast was er in datzelfde jaar een Albanese opstand in Macedonië, waarbij Albanese guerrilla's vochten tegen het leger van de Republiek Macedonië. Hierbij vielen meer dan 100 doden. Joegoslavië hield officieel op te bestaan in het jaar 2003. Vanaf dat moment spraken we van het land Servië en Montenegro. Dit duurde tot 2006. Toen werd er een referendum gehouden en met een nipte meerderheid scheidde Montenegro zich af van Servië. De Servische president Milosevic werd gearresteerd en berecht wegens oorlogsmisdaden. Hij overleed in 2006 in de gevangenis. De Bosnisch-Servische oud-president Radovan Karadzic en de Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic werden beide berecht wegens oorlogsmisdaden en dienen nu hun gevangenisstraf uit in Scheveningen bij Den Haag. Voor wie door het voormalige Joegoslavië reist en met name door Kroatië, Bosnië en Kosovo zijn de sporen van de strijd op vele plekken nog zichtbaar. Maar er wordt ook gewerkt aan de toekomst. Inmiddels zijn Slovenië en Kroatië beide lid geworden van de Europese Unie. En zijn Montenegro en Noord-Macedonië toegetreden tot de NAVO. Spanningen blijven. Of dit direct zal leiden tot een nieuwe oorlog in de Balkan, dat lijkt me sterk. Met name door de oorlog in Oekraïne is het duidelijk geworden dat oorlog echt niet loont. De bevolking beseft dat maar al te goed. Hopelijk beseffen politici in de Balkan dit ook. Dit is een overzichtsvideo en hierbij kon ik niet tot in alle details treden, dus voel je vrij om je aanvullingen hieronder te delen. Wil je nu meer leren over het Joegoslavië tijdens de Tweede Wereldoorlog? Klik dan hier. Ik wil je bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer.